Welkom bij de Mix. MTNL bestaat 25 jaar en dat betekent feest. Onze maker Samira El-Kandousi blikt terug met oud-MTNL'ers, waaronder Prem Radakishun, Samira Bouchipti en Ersin Kiris. Multiculturele Televisie Nederland bestaat 25 jaar en dat ga ik vieren. Maar natuurlijk niet alleen, maar samen met een aantal prominente mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van MTNL. Ik praat met mijn dochter. Ik praat met mijn dochter. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Dankjewel. 25 jaar MTNL. Ja, ik heb hier alle 25 jaar meegemaakt. Yvette! Hey, lekker, lekker! Lekker, lekker, lekker taart! Wat een onzin. Ik heb een rare hoofddoekje hier, Samira, want MTNL bestaat volgens mij 25 jaar. Wil ik graag met jou vieren. Ah, zo leuk. Kom verder. Welkom. Gefeliciteerd. Dankjewel. MTNL 25 jaar. Ik eet geen taart, maar Jalal, de cameraman hier, die houdt verschrikkelijk van taart. Dus Jalal, deze mag je meer meenemen. Want, waarom eet je geen groente? Wil ik een stukje samen eten? Kijk er dan bij. Dit is van bruine rum. Nee, maar ik eet geen zoetigheid. Luister, zure en zoute mensen die eten zoet. Ja. Zoete mensen die eten zuur en zout. Dus ik eet zuur en zout, ik eet geen zoet. Dus jij bent een heel zuur meisje, Samira. Ik weet dat jouw haar jouw gevoelige plek is, dus kan het er nog ergens bovenop, of niet? Vooruit, omdat het MTNL is. Ja. Ik heb voor 8 euro gel in mijn haar. Nog een puntje. Hallo Amsterdammers. Dit is de eerste uitzending op het Amsterdamse kabelnet van een televisieprogramma dat gemaakt wordt door en voor etnische minderheidsgroepen in onze stad. 25 jaar geleden ging MTV, de voorloper van MTNL, van start. Uitgangspunt was voorlichting en informatie in de eigen taal. Op dat moment hadden we heel weinig geld. We hebben dus gevonden dat als we televisie maken voor migranten, dan moeten we dat zo goed mogelijk doen en we moeten dat zo snel mogelijk ontwikkelen tot een professionele migrantenomroep. Weet je wie de presentator hiervan was in het Arabisch? Abu Talib. Ahmed Abu Talib. Die deed sociaal journaal in het Arabisch. سيدتي ونسي سيدتي أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من مسلسل الأخبار الاجتماعية برنامج كاتي معلومات وإرشادات اجتماعية اللي تمكنكم توفير الفلوس. Hoe lang is het geleden MTV? December 84. Ik had me in augustus of september ingeschreven voor, ze hadden op cursus 40 uur televisieprogrammamaker. Want ze hadden geld geregeld voor televisie voor migranten, want toen heten wij niet-westerse allochtonen of zwarte nog migranten in die tijd. De programma's worden niet alleen voor, maar ook door migranten gemaakt. Omdat deze vaak een grote achterstandspositie hebben op het terrein van audiovisuele media, is aan het begin van dit jaar ook een opleiding gestart die migranten opleidt tot programmamaker. Momenteel volgen zo'n 20 mensen een fulltime dagopleiding van een jaar. Sinds kort kunnen migranten ook een parttime dagopleiding volgen. Dat was toen MTV, dat was zo'n soort experiment. Dus er was een station en daaraan gekoppeld zat dan zo'n opleiding. En daar kwam ik dus binnen bij die opleiding. En dat was een 2-jarige opleiding tot programmamaker. En er zat de hele wereld zat daar. Je had daar Chilenen, Argentijnen, Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen. Alle allochtonen verzameld in zo'n pand. Wat betekent MTNL voor jou, Jelen? MTNL betekent voor mij heel veel. Ik ben bij MTNL begonnen toen ik 16 was. Je bent nu 26. Ik ben nu 26. 10 jaar dus. Dus eigenlijk moeten we ook een jubileum voor jou gaan hebben binnenkort. Eigenlijk wel, Sam. Eigenlijk wel. MTNL is eigenlijk mijn tweede familie. Ik ga best wel lang op vakantie altijd. Als ik bij mijn ouders ben geweest, dan ga ik altijd, dankjewel, dan ga ik ook altijd diezelfde middag nog naar MTNL. Want dan heb ik iedereen ook daar gemist. Maar het is eigenlijk niet MTNL 5, migrantentelevisie. Ik mis het woordje ook nog eigenlijk.
Jij bent begonnen bij Michiel, ja, toen het nog tuurlijk. Niet Franke televisie Dit was, vind ik al wat chiquer, MTNL, weet je wel. Het begon ook professioneler. Want hoe ben jij daar eigenlijk naar binnen gekomen? Hoe ging dat? Ik heb gesolliciteerd. Ik heb een brief geschreven naar de Marokkaanse redactie. En omdat ik kwam in Amsterdam wonen. Ja. En ik wist van het bestaan van Amsterdam. Ik werkte toen bij SBS6, bij Hart voor Nederland. Maar na een jaar vond ik dat voldoende. Dag dames en heren, welkom bij Studio MTNL. Islamitische meisjes en jongens moeten maagd zijn tot het huwelijk, dat weet iedereen. Hoe ben je bij MTNL begonnen? Ik zat in een jongerencentrum en ik kwam Samira Albos tegen. Samira Bouchib, ze is nu Tweede Kamerlid. En die kwam ik daar tegen, ze was daar voor een debat. En ik kende haar van de televisie, want we keken altijd naar, het heette toen de tijd nog Migranten TV, MTV. Die kwam ik daar tegen, ik sprak haar en ik zei, goh, leuk een keer te ontmoeten, ik wil ook bij televisie werken. En we raakten zo aan de praat en toen zei ze, dan moet je bij ons komen. Nou, ideaal, ik dacht, wow, daar kijk ik altijd naar, dus waarom niet? Ik ga een landgenoot erbij roepen, die gaat me helpen, ik zie daar twee Marokkaanse jongens, dat gaan we zien. Ja, maar daarmee winnen jullie weddenschap. Nou, dat denk ik wel. Ik ben Jalal. En jij bent? Bilal. Zie je, ik zei toch Marokkaan, wil je me helpen met poelen? Wallah, ik weet niet hoe dat moet. De tv-wereld is een kleine wereld en vooral heel weinig allochtonen in de media. Dus ik kende een aantal mensen die hier werkten en ik had een programma gepresenteerd voor de NPS. En een van de eindredacteuren die heeft contact met me gehad, Geeske. En die zei van, waarom kom je dat niet voor ons doen? En dat leek mij een heel goed idee en toen zijn we begonnen met Ers in een Wonderland. Onze Turk startte zijn zoektocht naar een antwoord op de vraag. Leidt Nederland aan islamfobie? Hier toont weer het disrespect van Samira naar mij toe. Hoezo? Nou, Jalal weet dat ik geen taart eet. Je komt iemand interviewen en je verdiept je niet in die persoon. Dat zou bij RTV in het begin, zou dat tot Gerard Retteeg zou je een pak slaag hebben gegeven. Want een van de dingen die bij MTV altijd leerde was, je moet je wel verdiepen in de personen die je gaat interviewen. He, want, ja, ik wilde met bruine rum komen, ja, dat is maar prima. Je kan ochtends vroeg. Ja, kan ik dat niet? Maar dit is een strijd met mijn geloof. Wie ben jij om jouw geloof aan mij op te leggen? Ik ben bij iedereen met een taart gekomen. Ja, maar waarom ik ben moet niet jij iedereen altijd anders maar, zijn dan de rest? Ik kom bij, ik tongzoen met iedere vrouw en ik eet overal varken. Ja. En ik drink altijd rum. Waarom moet ik me gaan verdiepen dat de moslim dat niet doet? Dus jij komt met het argument, ik doe het bij iedereen. Ja, ik ga met iedereen tongzoen ik en geef ik varkensvlees. Dit is toch ongelooflijk? Wat een discussie. Snij nou maar die taart uit. Nee, ja, nou, ik word dus opgelegd. Snij nou maar gewoon die taart uit. Dit is waarom Geert Wilders gelijk heeft. Dit is dus het gevaar van de oprukkende islam. Bismillah, snijden. Ja, van de oprukkende islam. Die wordt opgelegd door Samira El-Kadousi. Niet zo zuur. Met behulp van. Wat een zuurpie. Kijk, dan kwam de ware aard naar boven. Ze was eerst vriendelijk. En moet je kijken, nu begint ze alleen maar te klagen. Dat is genoeg geweest. Je hebt je boek geschreven, daar staat je mening in. En nu wil ik even wat dingen aan jou vragen. Ja, dit boek dus, 10 jaar een duidelijke mening. Ja, nog even reclame doen. Nog steeds te koop, nog steeds te koop. Kan allemaal bij MTNL, kan allemaal. Ja, natuurlijk. Schreeuw allebei eigenlijk best wel veel, hè? Nee, ik schreeuw niet. Nee, schreeuw niet. Oh, je begint ineens zacht iets te krijgen. Ik provoceer. Wat heerlijk. Oh, wat een rust. Wat een zaligheid. Komt ze bij mijn eigen huis beledigen. Oh. Jezus, Mina. Wat verdien jij? Ja. Die koffie is echt niet te zuipen. Nee, maar ik zeg je ook. Godverdamme, joh. Ik krijg geen koffie, maar wat is er mee? Dat is toch geen koffie? Nee, maar wat is er mee? Ik heb geen verstand van koffie. Nou, dan gaan we alleen voor de taart dan. Dan ga je zelf je koffie maken, alsjeblieft, Samira. Dankjewel. Maak je koffie voor ze, is het niet goed? Nee. Moet je die troep van ze eten? Nou, goed, ik zal... Ja. Godverdamme! Ja, ja! Godverdamme! Dat gelooft niemand! Oh, echt lekker, joh! Lekker, hé! Oh! MTNL, bij deze ook namens Jalal Bouzamour van harte gefeliciteerd. En dan moet je aftellen, hè, Sam? Van 3 naar 0. Oh, 3, 2, 1. In één keer! Toen je daar naar binnen kwam bij MTNL, wat voor soort mensen waren dat? Nou ja, ik moest wel even wennen, want het waren best wel veel allochtonen. En nou ja, het waren gewoon mensen met een andere achtergrond, met een andere culturele achtergrond. En best wel van die alternatieve typjes. Daar moest ik even aan wennen, dat was ik niet gewend.
En ik was pas 16. Maar op een gegeven moment is alles gewoon op zijn pootjes terechtgekomen. Wat bedoel je met alternatieve types? Ja, van aparte haren, echt heel veel haar en helemaal krullen en heel veel... Ja, maar toen dacht ik, dat zijn kunstenaars. Dat zijn dus kunstenaars. Dat zijn echte televisiemakers. Gefeliciteerd, Anna, Suleiman, Gunes en Abdel. En dan wil ik nu iemand naar voren roepen die niet alleen dit jaar, maar ook de twee voorgaande jaren een ontzettend grote bijdrage heeft geleverd aan de MTV-opleiding. Aan de ene kant had je de traditionele migrantengroepen Turken, Marokkanen, Surinamers. Met een soort van welzijnsinslag. En dan had je die vluchtelingen uit de Latijns-Amerikaanse landen die dus erg strijdbaar waren. Hun regime moest omvergeworpen worden. En die hadden ook veelal een soort van artistiekerige inslag. En die maakten van die filmpjes die wij misschien dan allemaal wel begrepen, maar voor de buitenwereld volkomen onbegrijpelijk waren. Maar dat was dan artistiek. Het ging er vrij heftig aan toe, want dan hoorde je de Turkse buren uit, Kardash, en praten en constant de discussie, wat dan uiteindelijk gewoon een gesprek bleek. Oh. En Surinamers natuurlijk zijn ook nogal heftig, maar gewoon de gezelligheid, de sfeer. Je kwam binnen en het leefde. Ik wist het verschil. Ik wist niet eens dat er Turken en Koerden waren. Nou, heb ik geleerd bij Migrant-TV. Ik wist het verschil niet tussen Berbers en Arabieren. Heb ik geleerd bij Migranten-televisie. Ik wist niet eens dat je 17 verschillende soorten islamitische stromingen uit Marokko had. Geleerd bij Migranten-televisie. En wat ik dus leuk vond, op een gegeven moment kwam de grote MTV uit Amerika naar Nederland. Maar de naam MTV was hier al gedeponeerd door Migrantentelevisie. Toen moest Migrantentelevisie MTV toestemming geven om in Nederland de naam MTV te mogen draaien. Nee, ik heb erg genoten mee. MTV, maar Jalal, zet die camera nou even uit, drink je kopje koffie en dan mag je daarna verder werken. Moet je suiker erin. Ja, graag. Wat heeft migrantentelevisie voor jouw carrière betekend? Migrantentelevisie is niet voor mij, maar voor anderen ook. Het is echt een springplank geweest. Migrantentelevisie heeft mij echt de mogelijkheden ook gegeven om te leren wat televisie is en wat televisie maken is. Kijk, je moet het woord springplank niet gebruiken. Wat MTV heeft gedaan is, het heeft me geleerd hoe televisie gemaakt wordt. Ik had geen verstand van televisie maken. En daar leer je televisie maken, je maakt wat ze noemen kilometers. Het hangt er maar vanaf hoe graag jij het wil. Dan krijg je die kans wel. En dan kan je kilometers maken, uren maken, waardoor je uiteindelijk in Hilversum terecht kan komen. Dus ik vind het echt, ik ben heel blij met MTNL. Ik kan zonder meer stellen, als er geen MTV was geweest, dat ik niet in de business terecht gekomen was. Dat is gewoon zo. Anders had ik die opleiding nooit gedaan en was ik nooit televisie gaan maken. Dus MTV of MTNL, ja, dat is mijn basis. Doordat ik bij MTNL had geleerd hoe je televisie maakt, hè, in teamverband met een redactie, een productie, een regisseur, een producent, was het voor mij heel simpel om in Hilversum zo door te stromen. Toen ik Primetime ging maken, toen dacht ik, ja, dit heb ik allemaal al gedaan. Toen ik Primetime ging maken, was het dingen die ik al bij MTV had gedaan. Alleen bij de NPS was het betere research, betere kwaliteit van camera, een andere ploeg. Dus bij MTV deed je het met minder middelen. Maar het voordeel van MTV blijft nog altijd voor mij. Ik bedoel, ik kan alles. Ik kan redactie, ik kan productie, ik kan camera. Dus je bent een completer mens. En ja, voor ieder talent die iets wil bereiken, zou ik zeggen, het geldt niet alleen voor MTV. Je hebt nu in Nederland veel lokale omroepen. Begin bij een lokale omroep. Hallo, welkom bij het derde Surinaams Antilliaans Sociaal Journaal. Dit keer hebben we aandacht voor het bureau Maatwerk, dat aan 400 jongeren een baan belooft om werkervaring op te doen. Onder de grote groep van mensen die werkloos zijn, zijn er velen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Sommigen hun hele leven al. Mijn bijnaam bij de opleiding was Piao, Pain in the Ass of the Whiteys. Het was een verschrikkelijk leuke tijd. Ik denk er met veel plezier aan terug. Samen met het arbeidsbureau gaan we op zoek naar vaste banen voor de jongeren. Ja, dat kennen we. Kan u me garanderen, nu hier, dat is over 6 maanden kom en de jongens hebben geen vaste baan, dat ik hier kan zeggen, meneer Veldhuis, u hebt staan liegen.
Ja. Kijk, de grap bij mij is de provocatie, die had ik toen al. ja, nee, het was echt een leuke tijd. Ik kan niet anders zeggen. Al die mensen die ik heb ontmoet, hebben mijn leven verrijkt. We zijn, tenminste, ik ben wakker. Ik heb vannacht 2 uur geslapen. Ik heb dus hier geslapen, zo. Niet echt comfortabel, maar het gaat. Ik heb erg last van mijn rug en mijn nek en mijn nekkrampen. Ik ging inderdaad met de bus naar Marokko, samen met Geeske en Zalal. En nou ja, dat was ook dat ik dacht, hoe ga je dat doen en willen die mensen wel? Maar nee hoor, mag ik met de bus mee? Ja, natuurlijk. We betalen natuurlijk niet, want hè, allemaal prima, hebben we de vrijheid, is goed. Maar dan die mensen nog, want die kunnen zeggen, ja, je mag wel mee met die bus. Je hebt toestemming gekregen om te draaien? Ja, uiteraard. En de rest moest ik allemaal voorbereiden in die bus. Maar ik had lang, ik had 2 dagen. En het is een van de echt meeste mooie momenten. Ik ga echt nog een keer zitten en dan ga ik helemaal terugkijken. كذلك الفازات MTNL اختارت الصيف الماضي الحافلة للسفر إلى المغرب. كاميرامان جلال بوزمور والمراسلة سميرة أبوس قاموا بالرحلة داخل مغرب إكسبريس. معنى هذا باش نبغيتي تقولي إما تلفين ماله ما له تما. إحنا من المغرب ما إحنا من هولنديين. هلو؟ إيش يدرين در كل شيء؟ باقي واحد؟ فين؟ We missen nog 1 mevrouw. Twee mensen. Twee, we missen nog 2 vrouwen. 2 women. No. Nee, maar we have to wait for the woman. Mañana que se vaya andando. No, mañana maybe she's 75, she get lost here. No, es que si no perdemos mucho tiempo, hay que coger un barco a las 3 de la mañana, ¿eh? No, but everything is here. Waar zijn die vrouwen dan? Volgens mij is het een hele oude vrouw. Is dat de mevrouw van de moeder van 75? Als ik eraan terugdenk, was waanzinnig. En inderdaad, geeft dat ook voeding aan andere programma's om bijvoorbeeld Tante in Marokko te doen. Dat is toch fantastisch. Parkeerplaats, ja, daar stond ik al 10 jaar geleden. Maar het is hartstikke leuk. Het blijft ook leuk. Ik bedoel, maar het is wel leuk dat... En dat is zo belangrijk met lokale televisie en heel goed ook voor beginnende journalisten. Dat je je ei kwijt kan, je creativiteit kwijt kan, dat je fouten mag maken en dat je mag blunderen. Mijn doel was televisie. Ik wilde hoe dan ook bij televisie werken. En bij MTNL heb ik gelukkig de kans gekregen om te maken wat ik wilde maken. En om erachter te komen waar ik goed in ben en waar ik slecht in ben. Ben je dan ergens slecht in? Dat kan toch niet? Niks van gewerkt. Ook Jalal is ergens slecht. Neem een hapje. Ja, absoluut. Neem een hapje. Moet naar binnen. Eet maar eerst je pollepel leeg. Welk nummer kun je meezingen? Jong Marion. Stukje. Nee. Samen, ik ken hem ook. Samen. يوم ورا يوم حبيبي وين اليوم حبيبي وين اليوم حبيبي وين اليوم الموسيقى ديك مشهورة بزاف الشباب كيسمعوا لها بزاف بالحق عاود دابا اللي بدا كيطلع بزاف هو الراب عاود رجع كيتشهر ما كتخافش الشباب اللي بقاو يسمعونا الراب بزاف والشباب خالد شوية ينساو علاش هلا سي بيان جلال دي نو دو كاميرا دوت اند دي ميدي بريزنتاتور واس بي بريم تايم دي هيفت camerawerk geleerd bij migrantentelevisie. Dus wat het wel heeft, MTNL, wat het betekent voor bijvoorbeeld mensen die in Limburg bij de regionale televisie werken, het is een goede trainingsschool. Ik heb dus een programma gemaakt en zijn naam is al 1000 keer gevallen. Kijkers, Jalal is dus cameraman. Naar Marokko, samen met Geeske en Jalal. Dus toen Jalal binnenkwam, toen moesten we er alle 2 daar aan denken. Jalal, kopje thee? Jalal en Samira bijvoorbeeld. Jalal, de cameraman hier, die houdt verschrikkelijk van taart. Dus Jalal, deze mag je meer meenemen. Dat kan toch gewoon niet? Jalal, Jalal. Ja, maar toen heb ik met Jalal gedraaid. Jalal, ja, ik draai met Jalal. Jalal is achter de scherm vandaag. Ze bij
gaat niet. Het wordt zo Mira El Kandusi, ja? Ik had geen kruiwagen. Niemand van mijn familie werkte bij televisie. Ik bedoel, ik had mezelf. Mijn kruiwagen was mijn camerawerk. En daardoor kon ik gaan presenteren. Dat is eigenlijk als grap begonnen. En zo is ook ons het programma Sahbi en Kardash ontstaan, wat ik samen met Ebru Baskan maakte. En wat jarenlang bij MTNL te zien was. Hoe kreeg je die kans dan? Want hoe ben je van cameraman naar presentator gegaan bij MTNL? Dat is als grap begonnen. Ebru Baskan die kwam werken bij MTNL. En het was zo van, hey Sahbi, toen ik binnenkwam. Ik zei, hey Kardash. En zo is het eigenlijk begonnen. Zo ontstond ook de titel van het programma, Sahbi en Kardash. Ik ben hier bij MTNL, ben ik RCN Wonderland gaan maken. Dat waren programma's van ongeveer 15 minuten. En ik begin met een centrale vraag, zoals leidt Nederland aan islamofobie? Waar blijft de aanslag? Nemen vrouwen de macht over? Een beetje een absurde, overtrokken vraag. En ik ga uitzoeken hoe dat daarmee zit. Het is een feit dat mensen bang voor je zijn. We hebben een professionele styliste ingehuurd om jou wat sympathieker te laten overkomen. Ja, het is leuk, maar ik denk dat ik toch voor de dilemma ga. Ja, roze. Salah ad-Din, je hebt nog steeds je dilemma aan. Heb je niks kunnen vinden? Er waren echt hele leuke kleren. En echt ook een leuke combinatie. En ook islamitisch verantwoord, niet verhullend en zo. Maar ik kies toch voor mijn dilemma. Weet je dat ik daar al rekening mee heb gehouden? En ik heb een speciale dilemma voor jou laten ontwerpen. Een dilemma met vriendelijker oog. Ik wacht wel even. Wauw. Hebben jullie dit ding vandaan gehaald, jongen? Hij is 100% halal, hè? Echt islamitisch verantwoord. Maar ik weet niet dat het echt uitziet, hè? Mensen gaan glimlachen, weet je? Dat... Ze gaan niet meer bang worden, dat kan ik je verzekeren. Als iemand bang is en hij wil mij hierin zien voor even, dan doe ik dat wel voor hem aan. Maar over straat loop ik gewoon liever in mijn gelab. De vlag mag wel blijven. Die draai ik op mijn hand. Ik heb echt de grootste lol gehad tijdens het maken van de programma's RCN in Wonderland. Heeft uiteindelijk ook geleid tot de tegenfilm die ik heb gemaakt. Stop de immigratie uit moslimlanden. Criminele moslims. Zet die nou een keer het land uit. Staan. Geen enkele nieuwe moskee meer toe. Verbied de boerka. De islamitische scholen. De Koran. Stop de islamisering. Genoeg is genoeg. Hallo, goedemiddag met Ersin. Hallo. Hallo, spreek met de heer Schaapman. Ja. Hallo, ik had u eerder gebeld, omdat ik de heer Wilders graag wil interviewen. Ja, die is afgewezen. Afgewezen? Ja. Hoezo? Nou, ik heb het voorgelegd aan hem en het antwoord was tot negatief. Ik kan daar verder niet van. Kunnen we hem daar niet onherkenbaar interviewen? Pardon? Kijk, het is een film, dus ik wil hem ook best betalen als hij in mijn film wil spelen. Maar ik vind het grappig. Ik ben weg bij MTV. MTLL, MTV. En je moet juist de jonge mensen die er nu zijn, moeten hun ding doen. Het is heel grappig, maar... televisie maken vanuit een overtuiging dat je iets moois maakt. Ik vind dat MTNL spraakmakendere televisie moet gaan maken. Echt, lekker tegen schenen trappen. Leuke discussieprogramma's met amusement erin. À la De Wereld Draait Door, à la Boulevard. Actueler. De doelgroep waarvoor je die televisie maakt. Dat zijn natuurlijk ook mensen die allemaal naar SBS, RTL4, ik bedoel, die kijken ook naar dat soort grote idols-achtige programma's. En ja, MTNL mag, hoewel ze mag best wel meer een beetje die kant op schuiven als het gaat over de entertainmentkant die ook bij MTNL plaats zou moeten vinden. Als je dan hebt over de opinierende
programma's die MTNL zou moeten maken, daar zou het best wat pittiger kunnen zijn. Daar zouden we de Jeroen Pauw, de Pauw en Witteman-achtige programma's of de Nova-achtige programma's, zouden we toch meer vanuit de invalshoeken van de Turken, Marokkanen, Surinamers en moeten kunnen becommentariëren. Want die stem, die ontbreekt wel in Hilversum. Ik bedoel, allochtonen komen pas aan het woord als er stront aan de knikker is in die gemeenschappen. Maak gebruik van de talenten die je in huis hebt. En laat mensen ook vrij. Want grote televisie spelen, dat kunnen we allemaal straks. Hè, in grote televisieland, en dan bedoel ik Hilversum. Maar dit is juist dat je televisie kan maken op een brutale, onconventionele manier. Op een manier met lef, durf. En juist omdat je die multiculturele samenleving letterlijk in handen hebt, doordat je de mensen in huis hebt. Besef wel, migranten zijn niet ziek, zwak en misselijk. Wat we in de begintijd hadden, waren ook ontzettend veel leuke dingen. En weet je, het lijkt nu alsof het feit dat je een kleurtje hebt of dat je uit een ander land komt, alleen maar gezeik betekent. En het is leuk, het is gezellig, het is... Ik bedoel, je moet televisie maken dat je lol hebt. Je moet televisie niet maken omdat je de wereld wil redden, want daar niemand zit te wachten op een prediker. Je moet televisie maken die... Je kan inhoudelijke televisie maken met veel lol. Altijd lol. Heb je weinig geld, gaat je bril ook nog kapot. Gelukkig is er voor dit soort gevallen de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand, dat is een regeling van de sociale dienst. Hij is heel ingewikkeld, maar hij is toch wel handig. Daarom ga ik nu naar de sociale dienst en even vragen hoe deze regeling precies in elkaar zit. En nu moet ik naar het stadion in Den Haag. Dag Samira. Het was een genot om je te zien. Doei, doei, doei. Ja, de hand voor de volgende keer als we samen gaan werken. Dat is goed. Ik leef nog! Ik leef nog! Ja, je leeft nog. Hij heeft me heel gelaten. My god. Maar ik was heel anders. Ik kan me vragen waar ik van me niks staan. Domme vragen? Ja, ja, echt. Domme vragen. Domme antwoorden. Whatever. Ik ben doodmoe. Ik ben kapot. Hij heeft me gesloopt. Dit was De Mix. Voor meer informatie kunt u kijken op www.mtnl.nl. Tot de volgende keer!